echt by far mijn lievelingseten. Goedemorgen, mijn haar ziet er redelijk ontploft uit. Het is vandaag zondag, het is super lekker weer. Ik heb net 2 video's geëdit en ik ga nu me klaarmaken en ik wil eigenlijk lekker een dagje in de zon zitten. Het is zo chill. Wat fijn. En ik heb het idee dat ik misschien mijn nieuwe camera moet gaan gebruiken. Omdat deze in het zonlicht altijd heel veel bolletjes geeft op de lens. Omdat mijn lenskapje eraf is gegaan. En die lens nu dus vies wordt. En ook onder de lens. Dus ik kan dat niet schoonmaken. En iedereen zegt, maak je camera schoon. Maar dat kan dus niet. Dus ik ga vandaag denk ik eindelijk mijn nieuwe camera in gebruik nemen. Oké, nu gebruik ik dus mijn nieuwe. Op de een of andere manier heb ik ook het idee dat die veel scherper is. Ik weet niet of ik nu heb een neklul, want dat kan bijna niet. Dat is precies dezelfde camera. Maar toch voelt het zo. Ik ga even in bad. Deze camera is echt scherper, geen grap. Ik gebruik tegenwoordig de Comforter van Lush. En moet je kijken hoe waterig dit is. Het is echt vaag. Ik heb eventjes in bad gezeten en een beetje make-up opgedaan. En me omgekleed. Ik heb een trui aan van Massimo Dutti. Daaronder broekje van de Zara en overnies van Most Wanted. Ik had toch even iets anders aan gedaan, het blouseje van de mango. Want het is vandaag ineens 26 graden, zo 27 graden. En ik had echt verwacht, of ik had niet verwacht dat het zo warm zou zijn. Dus ik stond even op het balkon in die andere trui. En het ging bijna dood. Goed, het is nu alweer volgens mij 5:30 of zo. Ik ga even Orange is the New Black kijken, daar ben ik aan begonnen. Dus ik ga even kijken of ik erin kan komen. En daarna ga ik een beetje mijn huis opruimen, want dat moet ook weer gebeuren. Eigenlijk zou ik deze dagen naar Parijs gaan, maar mijn broer en ik zijn mega slecht in plannen. En we verkijken elkaar, we verkijken ons altijd op dagen. En hij dacht dan weer dat hij vrij was. En ik dacht dan dat ik dan 's avonds zou komen of dan weer morgenochtend. En toen moest hij toch ineens werken. En ja, allemaal gedoe. Dus ik blijf lekker thuis. Dan heb ik even wat extra dagen om te editen. Ik moet deze week ook weer naar het buitenland. En ja, dan kan ik gewoon even editen. Mijn huis goed in kant maken, wasjes draaien, extra video's opnemen voor de dagen dat ik bijvoorbeeld in het buitenland zit. Mijn vlog niet op tijd afkrijgen of zoiets. En dan kan ik gewoon een andere video online zetten. Dat vind ik wel handig. En dat is eigenlijk denk ik ook wel een soort van een les uit wat ik heb gehaald. Als ik soms in het buitenland zit, dan denk ik, oh ja, ik kan het dan nog wel even editen. Dat gebeurt gewoon niet, want je bent dan zo druk. Dus daar heb je gewoon geen tijd voor. Of dan is er weer geen internet of wat dan ook. Dus om gewoon toch een ritje voor elke zomer. Als ik het zo druk heb, ja... Weet ik van sowieso altijd 5 extra video's klaar te hebben staan op je kanaal. Die dan online zouden kunnen komen als je dus je vlog niet op tijd online krijgt. Maar goed, dat is meer een dingetje voor mij. Ik ga nu eventjes verder met Orange is the New Black. Ik heb 2 afleveringen van Orange is the New Black gekeken. Het is best leuk. Ik hoop dat het een serie is waar ik een beetje verslaafd aan kan geraken. Want ik ben het een beetje zat dat iedereen in de hele wereld series kijkt, behalve ik. Ik ga eventjes wat eten bij Izakaya. Dit is wat ik aan heb. Trui van Brandy Melville, broek van Subdued. En ik doe denk ik mijn Isabel Moran, die wedges schoenen eronder aan. En dat weet ik nog niet. Het was vandaag zo lekker weer. Dan ging het net toch ineens weer regenen. Het is jammer, maar het is wel lekker warm. Dus dat is mooi. Volgens mij is hier een regenboog. Zo ziet de lucht er in ieder geval wel uit. Ik zat erover na te denken dat een regenboog is best wel iets geks. Alleen... Ja, het is niet meer echt speciaal als je een regenboog ziet. Mensen zeggen gewoon, oh, een regenboog. Maar nu ben ik benieuwd
hoeveel regenbogen een mens gemiddeld in zijn leven ziet. Of per jaar of zo. Want het is echt zoiets van, oh ja, ik zie er één. Ja, leuk voor hem. En that's it. Alleen, ik ben nu, ja, ik weet niet of dat, dat is echt iets raars in mijn hoofd. Maar dan ben ik echt benieuwd hoeveel regenbogen je nou ongeveer in je leven zou gaan zien. En ik denk dat als je dat getal weet, dat als je er eentje ziet, dat je denkt, oh, dat is echt raar dat ik nu weer eentje heb gehad. Ik ga even mijn batterij vervangen, want die is leeg, zie ik. Zo, wat een verschil met die ringlamp aan. Zien jullie het verschil tussen de kwaliteit van deze en mijn andere camera? Dus de vlog van gisteren. Of vanochtend heb ik ook nog een stukje gevlogd met die oude, klopt. Doe even een duimpje omhoog als je het verschil echt ziet. Want ik zie het nu echt heel erg. Maar misschien komt dat gewoon, ja... Ligt het echt aan het vuil op die lens dat de kwaliteit ook zo slecht raakt? I don't know. Thuis even lekker gegeten bij Izakaya. En oh, het is zo chill. Het is zo chill daar. Dat, tenminste, je hebt... Ik hou heel erg van sashimi. En dan het liefst tonijn sashimi. En bij het Okura in Amsterdam heb je een heel goed Japans restaurant zitten. En daar hebben ze dus toro sashimi. En dat is het allerlekkerste stukje van het tonijn. Dus volgens mij van het buikvet of zo. En ik heb ooit een documentaire gezien op Netflix. En daarin hebben ze... Ik ga die documentaire zoeken voor jullie, dan laat ik het weten. En daarin gaat het over het beste Japanse eten en het beste stukje tonijn. En de veilingen die er zijn over tonijnen en dat soort shit. En je hebt in Japan dus een restaurant zitten in een metrostation. En dat is het allerbeste sushi restaurant ter wereld. En daar kan je echt het allerbeste eten, maar volgens mij is dat echt voor de komende 10 jaar vol. Dus stel dat ik nu daar zou willen eten, dan zou ik nu al mijn reis voor 2025 of zo moeten boeken. Het is echt insane. Maar het schijnt dus het beste van het beste te zijn. Nou, toen kwam ik er dus achter dat in Nederland dat je bij het Okura dus ook die toro kan eten. Eigenlijk is het de O-toro. Want toro is dus ja, dat stukje buikvet, als ik het goed zeg. Dan heb je shi-toro, dat is een stukje buikvet met best wel wat spier erin. En heb je O-toro. En dat is echt het meest vettige stuk. Nou, dat smelt gewoon op je tong. Toen kwam ik er dus laatst achter, toen ik met Stan en Paula en Danique ging eten. Dat ze dus ook toro hebben bij Izakaya. En het staat niet op de kaart volgens mij, want ik heb het nog nooit gezien en ik eet er best wel vaak. En toen kwam ik er dus achter, dus ik helemaal happy, bla bla. En toen kwam ik er dus vandaag achter dat ze ook otoro hebben. En dat is echt het allerbeste stukje. Want we hadden toen eerst een stukje shitoro. En toen zei ik van ja, oké, was wel lekker, maar bij het Okura is die echt het beste. Beter heb ik nog niet gegeten. En toen bestelde ik nog 2 stukjes voor, ja, eigenlijk als dessert. Omdat ik het zo lekker vind. En toen waren ze het vergeten. Dus als goedmaakje dacht ze, oké, we gaan nu het allerbeste stukje geven. En dat bleek dus die auto rood te zijn. Dat ze die ook daar hadden. Dus nou echt als een kind zo blij. Ik heb nog nooit zulke lekkere tonijn gegeten. Dat is echt top. Dus mocht je ooit bij Izakaya zijn. En heb je zin in het allerlekkerste stukje tonijn waar ik het nu over heb. Bestel de Otoro. En ik denk dat je ook wel enigszins de kennis moet hebben van die ene documentaire die ik toen heb gezien. Omdat je dan soort van echt beseft hoe kostbaar en lekker zo'n stukje tonijn is. Want ja, de meeste mensen zullen het gewoon kennen als tonijn uit bleek uit de supermarkt. Ik lust geen tonijn. Maar dat is toch zo intens lekker. En net als de Wagyu beef. Dat is een koe uit Japan. En die wordt heel zijn leven gemasseerd en die drinkt bier. Als ik het allemaal goed zeg hoor. Correct me if I'm wrong. Maar dit is de kennis die ik heb gekregen over. En dat is echt het allermast en meest vettige stukje wat je kan krijgen eigenlijk. En je hebt dus ook van die nigiris, dat zijn de sushi's met ja, zo'n blokje rijst en dan zo'n stukje rauwe vis eroverheen. En bij Izakaya heb je dus ook die, alleen dan met een stukje wagyu beef en dan geflambeerd. Nou, dat is ook zo lekker. Dat is eigenlijk hetzelfde als toro. Het is zo vet dat het gewoon op je tong smelt. En ik heb heel vaak dat als ik een stukje vettig vlees eet, dat ik denk, oh, er zit zo'n randje vet aan. Maar het vet in deze twee dingen zit echt zeg maar in, ja, in het vlees eigenlijk wat je eet. Ook in de toro gewoon. Het zit er helemaal in verweven, lijkt het wel. Dus het is zo lekker. En het maakt het zo zacht en mals. Ik kan er echt zo lang en zo gepassioneerd over praten. En
Mijn grootste droom is echt om nog ooit in dat metrostation te eten. Maar als iemand weet over welke documentaire ik het heb, laat het even weten in de reacties. Maar ik ga hem ook voor jullie opzoeken. Maar laat het even weten, want dan, ja, dan ben ik helemaal blij. En dan ga ik hem nog een keer kijken en nog meer toro eten. Het is echt, echt by far mijn lievelingseten. En Danique en ik zijn heel veel bij Nobu gaan eten in Milaan. En ik heb er laatst in Miami ook weer gegeten. En dat is eigenlijk wat ik me vandaag liet vertellen door een serveerster of serveerder bij Izakaya. Is dat dat eigenlijk één grote chef-kok is. En die heeft Nobu opgezet. En Izakaya is eigenlijk weer geïnspireerd daarop. Het is eigenlijk allemaal van één persoon. En die zet er gewoon allemaal Japanse andere koks in. En die maken eigenlijk al zijn gerechten na. Want bij Nobu kan je bijna hetzelfde eten als bij Izakaya. Alles is erop geïnspireerd. Ja. En dan is het maar net je voorkeur wat je echt het allerlekkerst vindt. Maar ik ben echt blij dat er in Nederland dus toch wel zulke goede restaurants zitten. Waar je toch echt wel heel lekker kan eten. En ik heb me vandaag ook laten vertellen dat Izakaya ook naar Duitsland gaat. En ook naar Rusland. En naar Ibiza. Dus dat jullie het even weten. Misschien interesseert het je geen zak, maar ik vind het onwijs leuk. Verder zou mijn avond nu totaal bestaan uit make-up eraf halen. En Orange is the New Black kijken. Echt. Ik ben even heel blij met mijn leven. Ik namelijk Stanley die had mij verteld dat ik toen ik in Miami was het echt enorm druk zou krijgen toen ik terug was. En dat is eigenlijk ook al zo geweest. Ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Ook al zie je dat soms niet in mijn vlogs. Dat is een beetje het gekke. Als je dus aan het vloggen bent, dan betekent dat dat het een moment is dat je eigenlijk op dat moment niks te doen hebt. Of je filmt een situatie of als ik bijvoorbeeld nu praat. Ik heb nu even niks te doen. Dus dan praat ik. Alleen voor de rest, ja, als je druk bent, ben je gewoon druk. Bijvoorbeeld vorige week had ik dus een dag bij Concentrate. Heel de dag bezig. Ja, dan heb ik gewoon geen erg in het vloggen. En nou, Stanley heeft me dus verteld dat ik het super druk krijg. En dat heb ik wel gehad. Toen heb ik even een paar dagen vrijgenomen. Dus dat is deze week. En ik zou dus naar Parijs gaan. Nou, door een miscommunicatie met mijn broer is dat dus niet doorgegaan. En nu heb ik gewoon een aantal vrije dagen. En dat is super nice. En morgen hoef ik dus eigenlijk niks te doen. Ik heb een vlog voor morgen klaar. Het is helemaal chill. Maar nu wil ik morgen wel even een dagje doen. Want dat deed ik eerst nog wel. Dat ik veel vooruit ging werken. En dat moet ik ook gewoon doen. Want ik moet ook deze week weer naar het buitenland. En gewoon wasjes draaien, schoonhuis. Dat is allemaal belangrijk. Dus dat ga ik allemaal regelen. En ook wil ik skielers gaan kopen. Want ik wil met Paola gaan skieleren. Want vandaag was het super lekker weer. Typische avond dat je denkt, goh, ik ga even skieleren. Ik ben gisteren helemaal vergeten de vlog af te sluiten. Ik ging in bed liggen. En Orange is the New Black kijken. En toen ben ik in slaap gevallen. Dus bij deze hartstikke bedankt voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen. En je te abonneren op mijn kanaal als je niet gedaan hebt hier beneden. En dan zie ik je graag morgen weer. Doei!